Nou, omslagje vind ik wel vast heel erg mooi. Het eerste hoofdstuk van Schiefmacher is meteen een van de langste. Het gaat over zijn drugsgebruik. Na één keer snuiven in 1973 werd hij naar eigen zeggen een groot verbruiker van cocaïne. Wat voor een fortuin is hij wel niet aan opgegaan? Wat een fortuin daarom? Nou, dat kan best heel veel zijn, ja. Nou ja, maar ik ben ook geen huizenbezitter of zoiets. Een ander had misschien een beetje een pensioen opgebouwd. Ja, de een heeft gehad in zijn hand, de ander in zijn neus. Henk groeit op in een slagersfamilie in Harderwijk en verhuist voor zijn eerste liefde, Els, naar Amsterdam. Nadat hij als fotograaf voor onder andere de Bijenkorf en de Nieuwe Revue heeft gewerkt, begint de tattoo-wereld te lonken. Toen was onontkoombaar om op een gegeven moment iemand te gaan tatoeëren. Zeker als je een klein beetje tekentalent had. En dat had ik. En daar ontbrak het in die tijd nog alles aan in die tattoo-wereld. Dus ik kon vrij snel een redelijke naam maken. Nou ja, dan krijg je heel snel dat er een aantal bands bij je naar binnen lopen. En dan is het hek helemaal van de dam. In 1996 opent Schiefmacher zijn eerste tattoo-museum. 4 jaar later moet hij weer dicht om het in 2011 nog eens te proberen. Ja, het is een spannende dag. Ik ben vanochtend vloekend begonnen. Wederom zonder succes. Maar Henk geeft zijn jongensdroom niet op. 3 maanden scheep, zegt toch? 3 kruisen in het Amsterdamse wapen. Nee, I'm not done yet. Mevrouw die wordt nu alweer moe van me. Ik ga het nog wel 1 keer proberen, ja. En met die vrouw, de liefde van zijn leven, Louise, trouwt hij in 2005. Het gaat jarenlang slecht met hun gezondheid. Maar zij is inmiddels genezen van leverkanker. En hij heeft zijn leven gebeterd door af te kicken. Nu weten we weer dat het nog kan. En dat we gewoon nog een stuk ouder kunnen worden met z'n tweeën. Ik bedoel, ik heb een enorm rijk leven gehad. En heb ik eigenlijk natuurlijk nog. Want it ain't over yet.